denk je dat iedereen tegenwoordig op een tablet zit te lezen? Maar nee, kijk, er liggen nog volop boeken. En in Boven het IJ hebben we gewoon nog een echte boekenwinkel. Plantage Books and More. En er wordt gewoon lekker gesnuffeld op een zondagmiddag. Maar wat is nu leuker als op een zondagmiddag gewoon even lekker in de boeken snuffelen? En je schrikt je helemaal een hoekje. Je stond in een boek te kijken, toch? Ja, klopt. Ja, welk boek was dat? Mag ik even met je meekijken? Ik zat naar dit boek te kijken. Ja, nou ben ik van winkelcentrum Boven het IJ en ik ben vandaag op pad gestuurd met een pinpas. Oké. En ik mag mensen blij maken. En je keek eigenlijk zo, want jij had wat gekocht of niet? Ja, ik heb het al. Ik heb wel een boek opgehaald. Jij hebt wel een boek opgehaald. En jij dacht van, nou, zij heeft een boek, dus nou, hoppen gaan. Ik zat het kopen, dus ik zat even rond te kijken, ja. Wat kost zo'n boek nu? €16,95. Wat zou je ervan vinden? Want ik vind het eigenlijk wel heel zielig. Gaat zij met een boek er vandoor en jij legt hem gewoon terug en heb jij geen boek? Ja. Als ik dat boek namens alle ondernemers ga pinnen voor jou. Nou, hartstikke leuk. Nou, dan gaan we naar de kassa. Kijk, die meneer die staat daar te wachten. Dan gaan we gewoon... Het is eigenlijk, zeg maar, nee, dan krijg je er twee. Allebei met een boek naar huis. Nou, hartstikke leuk. En ook nog even een bonnetje erin. Is dat een boekenlegger? Dat is een boekenlegger. Ja, ja, kijk. Die krijg je er altijd bij ons. Kijk, hartstikke makkelijk. Dan weet je in ieder geval waar je gebleven bent. Ja, je had dat niet verwacht, hè, toen je hier naar binnen stapte. Nee, zeker niet. Nee, tuurlijk niet. En jij kijkt wel een beetje zielig nu, want jij hebt het zelf moeten betalen. Nee, dit is een boek van mijn moeder. Oh, dat maakt het niet uit. Dat geeft het niet. Niks zeggen. Wil je zelf ook nog een boek? Ja, ik ben eigenlijk niet zo'n hele grote lezer. Ik ben niet zo goed in lezen. Maar ik vind het leuk dat ik het mijn moeder kon ophalen. Dat is in ieder geval... Oké, nee, dan is het goed. Ik denk van ja, dan moet jij voorlezen. Ja, dat moet maar dan, hè. Dat heb je tegenwoordig ook, luisterboeken. Misschien ja, dat is dat... heb ik inderdaad. Ik heb Storytel. Dus ja, Storytel. Is dat leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Alleen soms zijn de stemmen een beetje vervelend. Maar... Nou, dat vroeg ik me namelijk af, want je ziet al die reclames over Storytel. En denk van ja, maar wie leest dat voor dan? Ja, het zijn gewoon stemmen, maar soms dan zijn ze best wel saai. En dan is het ook, dan klinkt het boek opeens heel saai. Maar dan komt het alleen door de stem eigenlijk soms. Ja. Het is eigenlijk net gewoon met een gewoon echt boek. Soms is een boek ook, dan ben je aan het lezen, is er geen doorkomen aan? Nou, dat is met dat ook. Tot je het juiste boek tegenkomt. Kijk, dit is jouw boek. Ik ga hem vast aan jou geven. En dan ga ik even kijken of het allemaal wil lukken met mijn pinpas. En mijn code doet het ook. Ja, het is gelukt. En de bon, nou, dankjewel. Heel veel plezier erbij. Dankjewel. Nou, en een fijne zondag, hè? Ja, graag gedaan. En jij veel plezier met Storytel dan, hè? Oké, groetjes, doeg.